Nou, dan gaan we nu een leuke nail art maken, geïnspireerd op de Jostevo-techniek. Alleen dan een easy nail art maken we ervan. Ik heb een tip voorbereid met Black is Black. En daarover heb ik een extreme mat topgel gemaakt. Dan heb ik lekker weer een ruw oppervlakte waarop ik kan gaan schilderen. Ik heb de detailer nummer 3. Gebruik ik hiervoor. En de witte liner gel. En dan gaan we eens beginnen met het eerste bloemetje. Jostevo mag heel druk zijn. En het hoeft niet allemaal even recht te zijn. Dus ik ga het eerste blaadje even aanzetten. Zetten we nog een blaadje tegenaan. Ik werk maar met een heel klein beetje liner gel. Elke keer alleen dat ik het puntje laat. En je laat het penseel zijn werk doen. Dus je zet het puntje aan om een smal stukje te zetten. En je drukt er wat op om een wat uit te laten lopen. Ik ga de eerste bloem een grote bloem maken. Zijblaadjes. De achterkant vullen we ook nog op. En ook aan de achterkant maken we eigenlijk een soort van, ja, drie hoekjes is genoeg. Want meer kunnen we niet zien. Dan denk ik dat ik hem heel leuk heb. Ga ik hem eventjes tussendoor uitharden in de lamp. Dan gaan we verder met het ontwerp. Ik heb hier een aantal kleuren van de glass gels liggen. Eigenlijk de hele collectie ligt hier. En een beetje base en top voor de afwerking straks. De glass gel gaan we nu over het witte patroon zetten. En dat mag gewoon een beetje overvloeien aan elkaar. Het mag een beetje speels opgezet worden. En ik ga dat gewoon een beetje losjes over die blaadjes heen zetten. Soms wat lichter, soms wat donkerder. Zo gaan we al die blaadjes even inkleuren. We hebben hier nog een paar leuke blaadjes gemaakt van het bloemetje. En die maken we met echt de roze kleur, maken we hem lichter. Dan gaan we nou de schaduw even aanbrengen. Ik heb daarvoor de zwarte liner gel. En ik heb daarvoor de base en top een drupje hier gelegd. En dan ga ik een klein beetje mixen. Want ik wil hem wel zwart, maar niet helemaal donker. Kijk. En dan ga ik naar mijn bloem. En hier in die rand ga ik even een lijntje maken. En door wat te spelen met die base en top, kan ik hem eigenlijk uitvagen over mijn blaadjes. Hij mag iets lichter. Waardoor je echt een beetje dat schaduweffect gaat krijgen. Nou, dan gaan we nu verder met de details aanbrengen. Ik pak daarvoor de zwarte liner gel. En dan gaan we de nerven van de blaadjes aanzetten. Ik begin hiervoor bij het bovenste blaadje. Ik heb maar heel weinig liner gel op mijn penseel zitten. Want het moet een detail blijven. En ook deze. De hoofdnerf, zullen we zeggen. En daar mag je een beetje mee uitlopen. Dan is hij weer uitgehard. Dan gaan we met de white liner gel nog wat extra krullen eroverheen zetten. Ik ga er gewoon, ik vind hier wel een leuke krul neerzetten. Ik zet hem aan. We halen hem helemaal door. Weer een puntje erbij.
En dan maken we deze af. Gaan we hem afwerken. Daar gebruik ik wederom de Supreme Finish voor. En nu zul je ook zien dat de glasgel die je gebruikt hebt en net nog enigszins zichtbaar was op de extreem matte ondergrond, gewoon als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dan is dit het eindresultaat. Ik zal er nog wat voorbeelden hier bij laten zien. Je kunt daar echt mee spelen met alle verschillende soorten bloemetjes, maar zelfs een vogeltje kun je maken. Ik hoop dat ik jullie hiermee geïnspireerd heb. En dat jullie het ook een keer durven te proberen, want het is niet zo moeilijk. Succes!